Ja, dit zijn de frames van de kamers. Dus ze zijn nu bezig met de metalen frames. Hier komen panelen in, houten panelen. En die muren die worden dan weer afgestuurd. Dus kunnen we zakjes op andere verdiepingen kunnen we beter zien hoe het eruit komt te zien. Dus je ziet hier al dus de gang. Opzettelijk van het midden af hebben ze de gang gemaakt om meer verschillende type kamers te krijgen. Anders heb je echt zo'n hele rechte, symmetrische verdieping met precies dezelfde kamers aan weerszijden. Ja, dit is de enige verdieping die een soort kronkel heeft in de gang. Nou, dit zijn dus een beetje de standaard types, kamertypes. Nou, met hier al de verdieping waar de badkamer in komt. Nou, dit zijn de meest gangbare maten van de hotelkamers. Hier zijn er ook de meeste van dit type. Dit zijn de stalen neuzen. Ja, dat kan ik ook. Nou, gaan we maar even naar beneden. Ja, goedkeuring vragen aan de bouw dat wij rondlopen hier zonder helm en zonder stalen neuzen. Zo, daar gaan we. Het is vandaag 15 januari en we gaan weer eventjes door het gebouw lopen om een status update te maken van hoe het ervoor staat op de verschillende verdiepingen. Zie je dus een stukje verder zijn. En volgens mij hoe meer we naar boven gaan, hoe verder ze zijn. Ze werken van boven naar beneden, dus dan kunnen we het proces een beetje zien. En hier kunnen we denk ik heel leuk kijken op de stucadoors die dus bezig zijn met de buitenkant. De banden, echt het kenmerkende van de buitenkant van het gebouw. En de nieuwe structuur die daarop komt. Met de hand zijn ze dus een soort van lijnenpatroon aan het trekken in de band. Nou, dit is de vijfde. Hier zijn ze het eerste begonnen. Hier stonden als eerste alle wandjes. Dus ik denk ook dat ze nu hier het verst zijn. Dit was ooit ons kantoortje. Ik heb hem gevonden hoor. Ja. Dit is de eerste kamer waar ze de cove al hebben gemaakt. En deze hebben ze gebruikt ook om kleuren te testen. Dus deze coves, die krijgen dus die verschillende houten vlakken, die krijgen verschillende tinten bruin. En op basis van deze testkleuren gaan ze dan een kleurenpalet samenstellen. Hier ligt ook iets zo in bed. Dit is even kijken. En dan kan je hier lekker in die cove zitten. Dan kan je lekker naar buiten kijken. Naar trouw, naar de buren. Kijk hoe lang de rij is aan de overkant. Kan je lekker omkleden, douchen en dan kan je buiten lekker vertoeven. Eén hot tub daar volgens mij en eentje daar. Anybody can control a woman's body. See? But the key is to control her mind. De enige verdieping van waar je de Amstel helemaal kan zien. Dat is wel grappig, dat zie je vanaf de zevende niet. Zie je af en toe een stukje en hier kan je er echt overheen kijken. And it's gonna continue straight ahead. Somebody up there turns out the lights on this small planet. Can you dig it?
Yeah, I can dig it, yeah. Madam.